De staat Suriname en drie ziekenhuizen hebben op 19 augustus 2024 een kort geding aangespannen tegen vakbonden die staken wegens het uitblijven van een toelage. De rechter oordeelde op 20 augustus dat de staking onterecht was en beval de bonden om de staking binnen een uur na de uitspraak te beëindigen en het werk te hervatten. De bachelor- en masteropleiding bedrijfskunde aan de Antonie Kom Universiteit zijn in juli 2024 opnieuw voor 6 jaar geaccrediteerd door NOVA. De bacheloropleiding biedt een brede basis in bedrijfskunde met stageervaringen, terwijl de vernieuwde masteropleiding zich richt op financieel management en strategic renewal en business development. Bij de laatstgenoemden ligt de nadruk op digitale transformatie en duurzame financiën. Beide programma's zijn gericht op versterking van management in Suriname. De ambassade van Suriname in Brazilië neemt van 27 augustus tot 3 september 2024 voor de tweede keer deel aan het Grulak Filmfestival in Brazilië met de film Wieren. Geregisseerd door Ivan Tayapin is Wieren de eerste Surinaamse film geproduceerd door een volledig Surinaamse crew. De film die internationale erkenning heeft gekregen en op platforms zoals Netflix beschikbaar is, wordt op 3 september vertoond met Portugese en Engelse ondertiteling. Vorig jaar werd Hoe duur was de suiker vertoond. Tot zover de binnenlandse informatie in het journaal.